Van harte welkom op de podcast van ReumaNet. In deze podcast gaan we in gesprek met patiënt en zorgverlener, van symptomen tot diagnose. Hoe is het om echt met een medische aandoening te leven? Deze keer hebben we het over psoriasis en psoriasis artritis. Bij mij is het Lisa, patiëntexperte met psoriasis artritis, en professor Kurtevlam aan de UZ Leuven. Welkom, professor. Welkom, Lisa. Nu Belangrijke vraag uiteraard, professor. Wat is psoriasis artritis? Psoriasis artritis is eigenlijk een ontstekingsziekte van de gewrichten bij patiënten met psoriasis. Psoriasis is een chronische huidaandoening die ongeveer voorkomt bij 5%, 4 à 5 procent van de bevolking. Terwijl ongeveer een kleine 20 procent van die 4 of 5 procent, dus 1 procent, uh, mogelijk psoriasis artritis gaat ontwikkelen tijdens zijn leven. Uh -huh. En Lisa, jij bent patiëntexpert. Ja, klopt. Uh, ik ben patiëntexpert, Dus ik heb mijn patiëntervaring van de laatste zeven jaar waar ik uh, enkel psoriasis arthritis heb zonder de uh -huh. psoriasis. En, en hoe is dat eigenlijk ontstaan? Of hoe heb je dat opgemerkt? Wat is er veranderd in jouw lichaam? Dat is geen grote verandering geweest. Dat was heel plots dat ik pijn begon te krijgen in mijn knie. Um, ik had Net daarvoor mijn, mijn enkel omgeslagen, mijn voet verziekt. En toen ben ik bij de knie gegaan daarvoor. En, en net op het einde daarvan ben ik in de knieën boven pijn beginnen krijgen. Dus ik dacht eerst, ja, dit is gewoon iets omdat ik anders gelopen heb of zo. Terwijl ik met mijn enkel in een steunverband zat. Um, maar ik ben dan heel snel bij de rheumatoloog ook terechtgekomen. En ik heb nadien ook naast die pijn een ontsteking echt gekregen op mijn knie. Waar het begon te zwellen en dat ik wel door had van, okay, dit is niet gewoon... Iets kleins. Um, het is dan ook heel lang bij die ene knie gebleven. En dan nadien heb ik nog bij de andere knie ook een ontsteking gekregen. Want ondertussen zat ik al bij de rheumatoloog in uh -huh. behandeling. Uh, professor, u, u sprak daar net al over een bepaald percentage. Maar uh, ja, komt dit eigenlijk vaak voor? Natuurlijk, als we kijken op de Hanse bevolking... Ont heeft ongeveer 1%, 0,8 tot 1% van de bevolking uh, ontwikkeld psoriasis artritis. Dus uitgerekend voor België zijn dat toch snel al minstens 80.000 uh, patiënten. En het is zoals uh, Lisa aangaf, uh, bij de meeste patiënten is er of was er psoriasis aanwezig in een klein percentage van de patiënten. Is er nooit psoriasis bij de patiënt zelf, maar meestal dan wel in de familie? En in de zeldzame keer uh, is de psoriasis artritis zonder dat er psoriasis ergens is, bij de patiënt zelf of in de familie. Maar dan is dat meestal gebaseerd op, op wat we noemen het gewrichtspatroon, welke type van gewrichten uh, aangetast zijn. En waarbij ook op hetzelfde moment eigenlijk andere rheumatische aandoeningen worden uitgesloten. Uh -huh. Is dat de leeftijdsgebonden? Komt dat vaker voor? Want Lisa is jong, 25, bij oudere mensen, jongere mensen, mannen, vrouwen? Wel, dat is een heel interessante vraag. Er is wat we noemen een bimodale piek. Er is dus een piek op de jongere leeftijd, en dat is dan ongeveer 25, 30, 35. En dan is er een piek bij de wat oudere patiënt rond de 55, 60. Nu, ik ken effectief ook een aantal mensen die psoriasis hebben. Moeten zij... Is het een risico dat voor hun dat daar artritis zou bijkomen of heeft dat niets met elkaar te maken? Toch wel, want de bijna essentiële voorwaarde is dat je psoriasis hebt. En de kant, eenmaal dat je psoriasis hebt, is de kans dat je het krijgt eigenlijk voor de verdere levensloop gelijk onafhankelijk van hoe lang je psoriasis hebt. Hebt. Dus op ieder moment in je leven is het risico ongeveer hetzelfde. Mm -hmm. Er zijn natuurlijk wel een aantal uitlokkende factoren. En zoals Lisa aangaf, trauma of bijvoorbeeld uh, een kwetsuur is vaak wel gerapporteerd als een uitlokkende factor. Als we patiënten dan terug ondervragen over hoe het eigenlijk begonnen is, stoten we vaak toch wel op een fenomeen. Of ik heb mijn voet verzwikt, ik heb een trap gehad, ik ben gevallen. Uh, dat is zeker een van de risicofactoren. Ja. Een andere risicofactor is bijvoorbeeld uh, overgewicht. Uh, patiënten met psoriasis die belangrijk overgewicht hebben, die hebben een hoger risico om psoriasis artritis te ontwikkelen. Mm -hmm. Vaak linken ze psoriasis met uh, stress, maar dat uh, heeft dan niets te maken met neem ik aan met de artritis. Er is wel iets met stress, maar laten we zeggen dat het waarschijnlijk het verband eerder een opflakkering is dan echt wel een pure uitlokking. Mm -hmm. Dus op het moment dat je of de psoriasis of de psoriasis artritis hebt, eh, rapporteren patiënten vaak in momenten van stress dat ofwel de huidletsels toenemen of dat de, de gewrichtsklachten toenemen. Mm -hmm. Maar actueel is het zeker nog niet vastgesteld dat stress de uitlokkende factor is. Ja, ja ik herken het ook wel. want... Van in het begin van mijn verhaal binnen de reumatologie is die vraag wel telkens teruggekomen van hoe gaat het met jouw huid? En ook al van toen ik vroeg in mijn diagnose zat, er zit bij ons in de familie wel een geschiedenis van psoriasis. Niet van de artritis zelf uh, en ook geen enkele gewrichtsontsteking, want dat zijn wel een aantal verwante aandoeningen die in onze familie voorkomen. En dat is heel snel ook een indicatie geweest, denk ik, voor de artsen om mij naar de reumatoloog te sturen. En toen ben ik daar ook nooit weggeraakt. Um. Maar ik herken die vraag ook wel dat ze elke keer terugkomt: van... is er niets op je huid te zien? Dus... Ja. En hoe, hoe lang ben jij daar nu? Hoe lang heb jij dit nu eigenlijk al? Ik heb mijn diagnose formeel gekregen, uh, ik denk de week voor of na mijn 17e verjaardag. En uh, toen was ik, ik denk een paar maanden dat ik met mijn uh, ontsteking, dus met mijn symptomen, al rondliep. Dus ik, heb wel, ik ben wel heel snel dan bij een. Ruime diagnose binnen de reumatologie terechtgekomen en daarna is die ook specifieker geworden. Dus ik zit nu aan, denk ik, mijn achtste jaar. Stevig. Um, is dat een pijnlijk iets? Soms. Uh -huh. Dus uh, dat is mijn periodes heel sterk. Uh, ik heb een aantal periodes van 8, 9, 10 maanden. Gehad waar, waarin ik effectief mijn actieve ontsteking rondliep en die heel moeilijk weg te krijgen was. En dan kan dat wel heel pijnlijk zijn. Um, dat verandert ook hoe dat je gaat met je been omgaan en gaat lopen en zo. Dus ik heb daar wel echt pijnlijke periodes in gehad. Maar als ik nu kijk, ik ben momenteel heel stabiel met mijn behandeling, dan is het voor mij niet pijnlijk. Ik weet, mm. ik weet waar fysiek mijn grens ligt en dat ik daar moet zorgen dat ik er niet over ga omdat ik het dan voel. Um, maar dag tot dag is dat, is dat geen hinderende pijn of pijn ja. die aanwezig is. Ja, gelukkig. Ja. ja, zeker gelukkig. Ja. ja, professor, op welk moment raadplegen ze het beste een arts? Dat is eigenlijk een no-brainer, zo vroeg mogelijk natuurlijk. Hoe eerder we bij de diagnose kunnen stellen, hoe sneller we kunnen ingrijpen op het ziekteproces en hoe gemakkelijker het is om de schade te voorkomen. Ja. Het is natuurlijk zo dat er actueel toch nog vaak laat tijdig de diagnose gesteld wordt, omdat men er eigenlijk niet aan denkt. En dat uh, zelfs binnen de geneesheren als dusdanig het concept van psoriasis-artritis en het verband van artritis met psoriasis is niet zo goed gekend. Is. Het is natuurlijk zo dat niet iedereen die gewrichtspijn of gewrichtszwelling heeft en psoriasis heeft ook per definitie psoriasisartritis heeft. Mm -hmm. Men kan ook andere gewrichtsaandoeningen ontwikkelen en dan bijzonder op latere leeftijd is artrose een veel frequentere diagnose dan psoriasisartritis. Dus een wat oudere persoon met psoriasis en gewrichtsklachten, ja, daar moet toch vaak ook Uitgestoten worden als het gaat om een andere aandoening, omdat de behandelingen natuurlijk wel uh, kunnen verschillen. Mm -hmm. En dat kan natuurlijk ook wel impact hebben. Ja, we spreken van gewrichtsklachten, uh, trapse variaties, gezwollen, enkels, knieën. Zijn er nog andere symptomen die patiënten kunnen hebben? Het eerste is natuurlijk de psoriasis zelf. Men moet actief op zoek gaan naar de psoriasis, omdat de psoriasis soms wel op, laten we zeggen, verborgen plaatsen kan zitten. En typisch is bijvoorbeeld in de hoofdhuid. Ja, niet iedereen uh, bestempelt dit vaak als psoriasis, of vaak wordt daar niet goed naar gekeken. En wordt dat zowat afgewimpeld als roos, bijvoorbeeld. Dat is een typische, typisch verhaal. En anders op andere plaatsen, bijvoorbeeld plaatsen waar het kan zitten waar vaak niet naartoe gekeken wordt, is de bilspleet bijvoorbeeld, of de navel. Uh, of zelfs in de, in de lichaamsplooien, de liezen of de oksels, zijn vaak wel plaatsen die uh, vergeten worden bij het onderzoek of de vraag naar psoriasis. Dat is één. Tweede, nagels, is een belangrijk kenmerk. Nagelpsoriasis is een uh, typisch, typische vorm van psoriasis die... Kan aanleiding heeft tot gewrichtsontsteking, dus tot uh, psoriasis artritis. En daarnaast naast de klassieke gewrichtspijn en zwelling, uh, is het ook zo dat de peesaanhechtingen op zich, we noemen dat enthesis, entesitis, toch wel een frequente uh, klacht is die uh, voorkomt bij de patiënten. Mm -hmm. Het complexe aan psoriasis artritis in, in vergelijking met andere vormen van artritis is dat eigenlijk ieder type gewricht bij psoriasis artritis kan uh, deelnemen aan, aan het probleem. Terwijl voor sommige uh, vormen dat zich beperkt, bijvoorbeeld tot de handen, voeten of tot de ledematen aan de zij, of andere vormen zoals spondylitis en zich voornamelijk manifesteert in de rug, zien we dat bij psoriasis artritis zowel de rug van nek tot uh, bekken als de perifere gewrichtende dus droogte van de ledematen, uh, een voorwerp kunnen zijn van ontsteking. Uh -huh. um, de behandelingen, um, medicatie uiteraard, combineren jullie uh, kine met medicatie of is enkel medicatie voldoende om het wat af te remmen? Nee, in principe moeten we een combinatie uh, hanteren, gebruiken we zowel. Medicatie als niet-farmacologische behandeling. En niet-farmacologisch betekent dan dat we andere middelen gebruikt dan medicijn. Dat kan kine zijn, bewegingstherapie. Soms levensstijlaanpassingen, want dat wordt ook duidelijker dat dat meer en meer deel uitmaakt van uh, het behandelingsplan, zoals we dat noemen. En binnen de medicatie heb je natuurlijk verschillende niveaus. Je hebt de pure ontstekingsremmers, waar we allemaal mee vertrouwd zijn. En die helpen in een 15 tot 20 procent van de gevallen. Is dat vaak voldoende bij de meeste... Patiënten wordt dat ook wel gestart van in het begin. Als dat onvoldoende is, dan uh, stappen we over en starten we relatief snel ook met antireumatische medicatie of DMARTS. En de bedoeling van antireumatische medicatie is om het ontstekingsproces eigenlijk te stoppen, in eerste instantie, zodat de klachten verbieden. maar eigenlijk ook om de schade te voorkomen, want we weten dat de schade eigenlijk een rechtstreeks gevolg is van het ontstekingsproces. En als die klassieke antireumatische medicatie, Middelen niet uh, werken, dan is er eigenlijk nog een derde niveau. En dat noemen we biologische geneesmiddelen, uh, die nu ongeveer een, denk een twintigtal jaar wel op de markt zijn voor psoriasis, artritis. En waarom noemen we die biologische? Omdat in het begin dit eigenlijk antistoffen waren afweerstoffen die uh, in het labo ontwikkeld zijn tegen bepaalde ontstekingsstoffen die het proces, die het ontstekingsproces bij uh, psoriasis artritis veroorzaakt. Uh -huh. Bij jou, Lisa, jouw uh, behandeling, want je bent al even in behandeling, um, is het bij jou de derde graads medicatie? Derde graads, dus ja, wel, ik, ja, ik herken alle verschillende stapjes en ik ben die ook één voor één doorgelopen en nu sinds twee, twee jaar, twee jaar en een half gebruik ik de biologische medicatie. Want je hebt jouw levensstijl moeten aanpassen, uiteraard. Je, zijn er hobby's die je niet meer kan doen of die je nog wil doen, maar helaas niet meer kan doen? Ik ben sowieso geen grote sporter. En ik denk dat de fysieke aanpassing, zeker in het begin van de, waar dat de actieve ontstekingen, nog zou zijn, wel een grote aanpassing is. Dus dat is een aanpassing die ik weinig heb moeten maken. Maar het is, ja, het is uiteraard ook wel gewoon in het dagelijks leven: in hoe ga ik s ochtends vroeg opstaan? en... Fietsen naar de les bijvoorbeeld en daar trappen op, trappen af in het auditorium. Hoe ga ik mijn hele dag op de been houden en overal naartoe gaan en dan s'avonds thuiskomen en me nog verder kunnen ontspannen en, en wakker houden, want de vermoeidheid speelt dan ook al heel sterk vaak. Maar dat is natuurlijk belangrijk, wat Lisa hier aangeeft, is dat, en wat u daarnet vroeg, is, dat, is er een kiné of beweging maakt ook integraal deel uit. In die zin dat eenmaal het Proces, het ontstekingsproces kunt stabiliseren of onder druk, moet er natuurlijk een soort fysiek herstel gebeuren. Want het jaren, weken, maanden, jarenlang stilzitten, verminderde fysische activiteit, leidt tot verminderde belastbaarheid, tot snellere vermoeidheid, tot minder spierkracht. En dat zijn zaken die natuurlijk vrij snel best aangepakt worden, mm -hmm. omdat het ja, herstel van fysieke activiteit. Uh, ja, Iets moeilijker is. Bovendien moet de patiënt het zelf doen. Uh, dat vraagt ook wel wat extra motivatie en ondersteuning en begeleiding, natuurlijk. Ja. Maar op zich, als dat correct gebeurt, moeten en we kunnen snel starten met het stoppen van het ontstekingsproces. Moeten er geen fysieke be uh, beperkingen zijn? En ik haal dan altijd een, eigenlijk een topsportvoorbeeld aan. Uh, een van de beste golfspelers ter wereld, Phil Mikkelsen heeft psoriasis artritis. Mm -hmm. En die is, dacht ik, op de top van zijn carrière wel tweede of derde in de wereld geweest. Ja. Dus om maar als voorbeeld te geven dat ja, het kan leiden tot beperking, maar eigenlijk als we gecombineerde therapie geven, moeten we toch wel in staat zijn zoveel als mogelijk, en natuurlijk bij de ene patiënt lukt dat beter dan bij de andere, de fysieke beperkingen tot een minimum te reduceren. Mm -hmm. De tweede fysieke beperking is natuurlijk de schade. En de schade die kunnen we niet herstellen. Dus dat is ook een reden te meer om heel snel de diagnose te stellen, zodat we snel kunnen ingrijpen op het ontstekingsproces om de schade te voorkomen. En we weten uit wetenschappelijk onderzoek dat iedere zes maand uitstel van diagnose uw kans op schade bijna verdubbelt. Ja, het is natuurlijk wel belangrijk, neem ik aan, één keer de schade er is, dat je blijft de medicatie nemen. Ik neem aan dat er geen punt komt dat je mag zeggen van... Of dat u kan zeggen, het is goed, we zijn er klaar mee. Voorlopig nog niet. Maar belangrijk is wel uh, dat het verloop van psoriasis artritis ook wat anders is dan bijvoorbeeld de reumatoïde artritis. Het verloop van psoriasis artritis is veel meer wisselend. Stel dat we niets zouden behandelen, zullen er altijd episodes zijn waar het veel beter gaat, waar het soms zelfs een tijdje weggaat en het dan plots terugkomt. En dat is waarschijnlijk ook een van de redenen dat vaak de diagnose te laat gesteld wordt, omdat er soms wel een keer een fase is, en zeker in het begin, waar het spontaan verbetert en mensen denken: ja, goed, eigenlijk. Hinder mij dat niet zoveel nu. Maar ondertussen kan de schade wel verder gaan. En toch, dus zelfs als het spontaan betert, is het wel belangrijk dat de diagnose al dan niet vroegtijdig bevestigd wordt. Ja, want kan men er preventief iets aan doen? Wel, preventief zou betekenen dat we de ziekte kunnen blokkeren vooral dat ze zich manifesteert en dat is natuurlijk nu een van de laten we zeggen hot topics in het uh, klinisch onderzoek waarbij men uh, eigenlijk de vraag stelt stel dat we de psoriasis helemaal wegkrijgen kunnen we de evolutie naar psoriasis artritis voorkomen maar dat is een vraag die we voorlopig nog niet kunnen beantwoorden maar mogelijk wel binnen nu en een vijftal jaar en dat zou pas echte preventieve therapie mm -hmm. zijn natuurlijk ja Um, Lisa, ja, we hadden het net al over levensstijl. Um, wat deed dat met jouw psychologisch toen je hoorde van, oei, ik heb artritis op jouw leeftijd, 17? Ja, ik zag dat uiteraard niet aankomen. Dat is de grote noemer. Reuma is, is iets voor oude mensen en als 17-jarige. Is dat moeilijk om uit te leggen aan leeftijdsgenoten? En is dat ook moeilijk om, om daar, dat aan je eigen persoon te koppelen? Van hoe kan dat dat ik? En zo'n ziekte nu vasthang. Maar anderzijds, wist ik wel van, oké, okay, ik, ik voel wel wat er in mijn lichaam gebeurt. Ik weet dat die ontsteking aanwezig is. En ik heb daar wel snel uit geleerd van, ook al heb ik dan die diagnose van een chronische aandoening, dat wil nog altijd gewoon zeggen dat ik moet luisteren naar mijn lichaam en dat mijn pijngrens en mijn tolerantie nu gewoon iets anders ligt misschien. En dat ik medicatie neem en dat ik met sommige dingen anders rekening ga houden op het momenten dat ik mij... Slechter voel in mijn ziekteproces. Maar voor de rest, ja, is dat eerder een verwerking van een diagnose. Um, ik vond het moeilijker, omdat daar, uiteraard ook, omdat daar het gekoppelde verhaal is van de psoriasis met de psoriasis artritis, dat ik heel lang. Bij mij is altijd de link gelegd naar de psoriasis die in onze familie voorkwam, maar bij mijzelf is die nooit vastgesteld geweest tijdens mijn volledige ja leven tot nu toe, um, dus ik vond dat wel lang moeilijk om daar die link te maken van oké okay, ik heb psoriasis artritis wat dat in bijna alle gevallen in combinatie met psoriasis voorkomt, maar ik heb zelf geen psoriasis. Dat komt omdat in mijn familie iemand anders wel psoriasis heeft. En dat is wel iets waar ik het moeilijker mee gehad heb, want ergens hou je dan als ja, jong toch nog vast aan het idee van wat als het toch iets anders is, zeker op het moment dat dan de, de medicatie moeilijk aansluit en die ontsteking blijft bestaan, is dat voor mij wel geweest van oké. Okay, we moeten dat loskoppelen van het feit dat dat ook van iemand anders zou komen. Maar ik heb toen ook ja, die bezorgdheid bij mijn reumatoloog gedeeld en die heeft mij echt wel uitgelegd van dit gaat niet enkel over die link in uw familie naar die psoriasis, maar is ook effectief dat typische ziektebeeld en die wisselende opstoten die gewoon op een andere manier verlopen dan bij andere vormen van rheumatische aandoening. En ik was er op dat moment ook wel van overtuigd, al van oké, okay, dit is een ontstekingsziekte, ik zit wel redelijk juist bij de rheumatologen. Ja. En jouw omgeving, want ik neem aan, als je 17 jaar bent, jouw vrienden, vriendinnen, 17 jaar, ja, Lisa, doe je niet, ben je niet flauw aan het doen? Um, het is psychologisch, ik weet niet, op 17 jaar denk je wel... Nog anders. Ja, ja. ja. Dat, dat wisselde ook heel erg. Ik had een vriendin die, die mij zeer regelmatig uitlachte. op een zeer goed bedoelde manier. met mijn knie, die nog steeds een gigantische jukkel van een knie was. En dat hielp mij wel, omdat ik ook altijd het gevoel gehad heb dat ik daar met mijn vrienden vanuit het middelbaar over kon praten. En dat ik dat gewoon kon delen en dat ik daarmee kon lachen. en dat dat niet iets moest zijn dat boven ons hoofd hing van: oh jee, deze... Ziekte, Lisa heeft iets dat ze meesleept met zich. En dat heeft mij heel erg geholpen om daar wel opener over te praten en om dat ook te zien als iets waar dat ik eigenaar over ben. En ik laat dat niet toe dat andere mensen zich een oordeel vormen over mij op basis van een diagnose die ik heb, zonder dat ze begrijpen wat dat inhoudt. En dat is het moeilijkste stuk, omdat mensen daar moeilijk vragen over stellen. Dus ik vind dat heel goed dat dan podcasts en campagnes via... En zo bestaan om toch die bekendheid een beetje ja, ja. groter te krijgen. Want dat is, dat is wel een heel moeilijk stuk dat er wel kan voor zorgen dat je eigenlijk ja, als jongvolwassenen toch toch wel alleen staat soms. Mm -hmm. Ja. En nu, professor zei net al dat ja, sporten kan wel, goh, wel helpen. Misschien wat verbeteren. Welke sporten raadt u aan? Zwemmen, wandelen? In principe is het zo dat elke sport... Eenmaal de ziekte onder controle is, er weinig beperking is op het type sport uh, die je uitoefent. Het is natuurlijk zo dat we risicovolle sporten natuurlijk niet zo promoten, omdat we weten, en dat is wel zoals Lisa aangeeft, eigenlijk is het verhaal bij haar begonnen met een enkele verzwikking. Dus natuurlijk risicovolle sporten, omdat er heel zwaar gevrichtsbelasting is, worden toch vaak, uh, laten we zeggen, afgeraad. Maar laten we zeggen, ja, onder ons patiënten zien we eigenlijk alle sporten: van zwemmen, fietsen, wandelen, zelfs voetballen, hockeyspelers, uh, golfspelers. Uh, ja, ik denk dat dat op zich het uh, belangrijkste is denk ik, dat je beweegt, omdat dat natuurlijk bijdraagt tot je fysieke fitheid. Maar ook belangrijk is, is en dat afliest dan nu ook aan, is dat. Is het sociaal contact dat je onder de mensen blijft komen en dat je eigenlijk je omgeving als het ware een beetje confronteert met dat je misschien op bepaalde momenten niet alles kan zoals je zelf wilt, en zoals de omgeving verwacht. Mm -hmm. Want er is natuurlijk nog altijd een soort, uh, moet ik zeggen, zo, aura van. Zeker bij mensen die huidletsels hebben van besmettelijkheid. Men denkt dat dat uh, iets besmettelijks is, dat je daar uh, kunt overdragen. Er zijn rond psoriasis en psoriasis-artritis toch nog een uh, heleboel misverstanden. En ook iets wat Alisa aangaf, is dat uh, het probleem bij psoriasis-artritis. ...is vaak dat je het niet altijd goed ziet. Waarom? Omdat type ontsteking is eigenlijk geen puur gewrichtsontsteking is. In die zin, het gebeurt niet alleen aan de binnenkant van het gewricht, ...maar het gebeurt ook in het bot, de rond of aan de peesaanhechting. En dat zijn zaken die je vaak minder goed ziet. Mm -hmm. Terwijl bij andere klassieke, klassieke reumatoïde artritis... Ja, is het visueel vaak veel duidelijker dat de beperking is, omdat die handen helemaal gezwollen zijn. De patiënt kan echt niets vastnemen. Terwijl bij psoriasis artritis kan dat ook, maar zijn er ook andere, laten we zeggen, verschijningsvormen. En dat maakt het vaak een beetje complex, ook, in die zin dat psoriasis artritis heeft heel veel verschijningsvormen heeft. En dat, uh, ja, dat is soms wel een, een uitdaging om ja. mensen ja. daar ja. bewust van te maken. Ja. Maar ja, natuurlijk wel, wel ergens ook wel mooi dat u zegt dat de, de behandeling, uh, dat de wetenschap al zo ver staat, dat mensen effectief kunnen uh, topsporter uh, in golf, uh, kunnen voetballen, uh, kunnen zwemmen. Want ik, ik neem aan dat dit misschien, stel, 50 jaar geleden nog niet... Uh, nog niet kon. Of waren mensen dan: voilà, het is gedaan met uw leven, uh, u mag niet meer bewegen. We hoeven zelfs zo ver niet terug te gaan. Tot twintig jaar geleden was dat het, nog steeds het idee. En het is eigenlijk vooral met. Uh met de ontwikkeling van die biologische geneesmiddelen die oorspronkelijk voor andere ziektes of voor andere vormen van ruma ontwikkeld geweest zijn, met de komst van die biologische geneesmiddelen, zowel in de reumatologie als de dermatologie, is er toch wel een enorme vooruitgang uh, bewerkstelligd. Uh, c dat heeft echt wel een gigantisch impact gehad op het, op het leven van de mensen. Maar we spreken hier nu vooral over um, Laten we zeggen, fysieke klachten en, en fysieke beperkingen. Maar eigenlijk is de, het grootste probleem op termijn is eigenlijk uw sociale uitsluiting. Mensen schamen zich voor de huidletsels. Mensen doen minder omdat ze fysische beperkingen hebben. Dus ze geraken geïsoleerd en isolatie, ja veroorzaakt depressie en, en allerlei andere klachten. En dat is toch iets die we stilaan zien. Uh, dat zijn toch fenomenen die we stilaan zien afnemen, omdat uh, de sociale participatie van de psoriasis en de psoriasispatiënten is recht wel op vooruitgang. Die is verre van perfect, maar als we dat vergelijken met twintig jaar geleden, dan zie ik daar toch wel een, ja. een enorme vooruitgang. En finaal is... Dat zowat het doel. Natuurlijk, pijn. Behandelen van pijn is wel een doel. Maar alle gevolgen van een chronische uh, aandoening. Want dat hoeft zich niet te beperken tot reuma. Maar iedere chronische aandoening heeft wel een enorm impact op het leven van de persoon. En vaak met sociale uitsluiting. Werkverlies, bijvoorbeeld. Wat eigenlijk ook wel een vorm van sociale activiteit is. Uh, studeren. Uh, sporten, ja. Mensen zien. Uh, en ik heb wel de indruk dat dat met die nieuwe geneesmiddelen toch wel ook een... Uh, alleen dat de nieuwe geneesmiddelen een belangrijke impact krijgen ja. uh, daarop. Ja. Ja. En het doembeeld een beetje van de chronische aandoening kunnen, uh, laten we zeggen, uh, verminderen. Ja. Dat is eigenlijk een mooie positief persoonlijk. Er is hoop op... Uh, Zeker. Op, uh, dus voor jou, Lisa, uh, hoe zie jij de toekomst... Um, wat is voor jou een laatste uh, in deze mooie podcast? Uh, waar je zegt van, goh, dat is nog een uitdaging voor mij. Dat, dat wil ik nog kunnen doen en zal ik kunnen doen. Voor mij, ja, wat wil elke 25-jarige doen? Dat is, voor mij staat dat eigenlijk redelijk los van mijn aandoening. En ik denk dat ik daar op een heel goede plaats zit, ook dankzij de behandelingen en zo. Dat op dit moment is, is mijn chronische ziekte niet iets waarnaar ik mijn toekomst schep. Ik, ik hoop wel natuurlijk dat ik daar verder aan kan bijdragen, van die bekendheid daar rond en van ook ervoor te zorgen dat inderdaad die, die bekendheid blijft bestaan en dat mensen weten waarover het gaat als ze het hebben over een reumatische aandoening. Of, of als, als iemand als een volgende 17-jarige zegt van... Ja, ik, ik heb net een diagnose gekregen dat die omgeving reageert met... Oké, okay, hoe kunnen wij u helpen? Als je het minder hebt, gaan we dat begrijpen? Eerder dan, oké. Okay. Is dat niet iets voor oude mensen? Hoe? En, en ja... Ik hoop dan vooral dat, dat, er, dat er die mogelijkheid tot, tot vragen stellen dat die altijd gaat blijven en dat ik die ook altijd ja. blijven beantwoorden. Maar voor de rest, ja, ik, ik ga verder mijn studies afwerken. Ik ga studeren. Ik ga ja. nog van alles doen, denk ik. Heel mooi, heel mooi. Er is nog heel veel toekomst. Ja. En hoop en luisterend oor en informatie. Ja, heel erg bedankt professor De Vlam en Lisa om hier aanwezig te zijn. Heel boeiend, heel leerrijk. Wil u, beste luisteraar, ook meer weten over deze aandoening... dan kan u gewoon uh, surfen naar de website van reumanet.be... dus www.reumanet.be... of een mailtje sturen naar info.reumanet.be. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Amgen...